Hey, ik ben Jori en dit is Cindy. Hallo. Hey Cindy, wat ben je aan het doen? Ik ben het voorbereiden voor Brabant Nieuws. We gaan zo beginnen. Tekst inmiddels. We gaan naar de studio. Je mag wel even mee als je wil. Oké. We gaan even een doorloopje doen, zoals het heet. Want ja, we hebben dadelijk een live uitzending, dus moet alles wel goed gaan. En er zijn wat ingewikkelde technische dingetjes die je altijd eventjes moet checken. Dus dat doen we hier. En ja, daar hebben we alles nog even aangezet. En dan gaan we kijken naar hoe het allemaal werkt. Er staan teksten op de autocue, dan kan ik daar al beelden alvast even bekijken. En ja, en ik ga ook even een coming-up opnemen, zoals dat dan heet. Dat is een stukje wat we voor de uitzending, voor de reclame laten zien. Om mensen te vertellen wat we allemaal gaan doen. En natuurlijk te hopen dat ze blijven kijken, dat ze dat interessant genoeg vinden. En wat doe ik hier altijd? Ja, ik bereik me voor. Hier staan ook de teksten nog op de computer. En dan heb ik even contact met de regie. En dan plug ik mijzelf altijd even in. Dat ziet er altijd onder tafel een beetje knullig uit als je dat ziet. Het is een niet moderne studio, maar oké, ik kom heel even kijken dan. Ja. Ja, dat ziet er natuurlijk eigenlijk niet uit, dat snap je ook wel. Maar goed, dat zien de mensen thuis natuurlijk allemaal niet, hoe dat eruit ziet. En over uitzien gesproken, ja, ik moet natuurlijk altijd goed in de make-up zitten. Dat is belangrijk bij televisie, want als je dat niet doet, ja, dan zie je er heel grauw en ongezond uit. En dan denken de mensen van, god, ben je nou ziek of zo? En daar hebben we Linda voor, die is onze visagiste en die zorgt ervoor dat ik er mooi gepoederd sta in ieder geval. Dus, ik zie en dan dadelijk ga je dus je verhaal vertellen. Ja, nou we gaan wel sowieso de coming up noemen we dat. Dat is het stukje wat voor de reclame komt om de mensen vast te vertellen wat ze gaan zien. Oké. Okay. Drie dingetjes. En we hopen dus dat mensen blijven kijken. Dus dat gaan we nou in ieder geval opnemen en we hebben, daarna gaan we even wat moeilijke dingetjes, wat schakelingetjes even oefenen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ja. Oké. Okay. Vraag even op. Pascal de regie mij kan horen. Ja, laten we dat maar doen. Oké, dan loop ik naar de regie. Nou kijk, dan zie je weer achter de schermen. En dit hier is MCR. Ze controleren altijd alle beelden. Dan gaan we nu eventjes bij de regie kijken. Een overstartje, hè? Dankjewel. Oké, komt je aan. Over 5, 4, 3, 2, 1. Goedenavond. De politie wist al wie de jongens waren die in Oostland iemand zwaar mishandelden toen ze de beelden lieten zien in opsporingsprogramma's. Dat zegt een van de verdachten. Een overstart. Welke gewone Brabanders mogen er naar de kroning op 30 april? Zometeen geeft onze commissaris van de Koningin tekst en uitleg. En de politie heeft in Eindhoven een vrouw op een scooter doodgereden toen ze op weg waren naar een spoedgeval. Dit en meer ziet u zo in de Brabant Nieuws. Prima, Cindy. Hij staat erop, Jasper. Oké, jij kan met Jan praten. Oké. Okay. Jan, met Cindy. Kijk. Hallo, Cindy. Hallo. Oh, is dat niet hier weer? Ja. Nou, dit was een korte introductie in onze studio. De uitzending begint zo, dus we moeten weg. De volgende keer neem ik jullie mee naar de radiostudio. Dus tot dan.